Hallo allemaal, hier ben ik weer, Dilaila Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal? Druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. En nou, ik ga weer verder met de citaten waar we zijn gebleven de vorige keer. Citaten en vragen en antwoorden. Uit het boek De Meesters van het Verre Oosten. Iedere maandag upload ik dus een video met citaten en vragen en antwoorden. Oké? Dan weten jullie dat elke maandag ik deze video maak. Dan zijn we gebleven bij citaat nummer 3. We moeten ons openstellen voor de geest. Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met uw gehele hart, uw gehele ziel en met uw gehele kracht. En uw gehele verstand. Denk eens na. Begrijpt ge het? Hart, ziel, kracht en verstand. Blijft er, als je op dit punt aangeland bent, iets anders over dan alles over te laten aan God, de Heilige Geest. Wij moeten deze Heilige Geest aannemen en binnenlaten. En één laten worden met dat kleine deeltje of zaadje des geloofs. Dan zal het andere deeltjes tot zich trekken en om zich heen groeperen en het zal groeien en vorm aannemen. Deeltje voor deeltje, kring voor kring. Ja, dus dat is dat je helemaal overtuigd raakt. Dat je helemaal weet, ja, dus met geheel je hart, met je geheel je ziel, met geheel je kracht en met geheel je verstand. Dat moet je zo doordringen dat je weet wat je bent. Nou, en dan is dat, even kijken. Dus hoe meer je daarmee bezig bent, dus hoe meer deeltjes het naar zich toe zal trekken, hoe meer het dus vorm gaat krijgen, hoe groter deze energie gaat worden. Dat zal je ook merken als je, ik wel, ineens zelf een paarse broek hebt gekocht of zo. Zie je ineens overal paarse broeken, weet je wel. Of als je zelf ineens vegetarisch bent, dan zul je ineens merken hoeveel vegetariërs er ook zijn. Het is maar net waar je blik op gericht is. Dus als je tegen jezelf zegt, nou ik wil juist niet zien dat mensen roken, dan zal je overal een sigarettenpeuk tegenkomen, weet je wel. Dus het is echt, hoe meer je er dus mee bezig bent, hoe meer je dit soort mensen en energie en deeltje voor deeltje je geloof steeds meer gaat verankeren en naar je toe zal trekken. Nou, citaat nummer 2. Wat is ons verstand klein in vergelijking met dit geweldige en toch zo simpele begrijpen? En wij hebben het gewaagd om onszelf als wonderen van intellect te beschouwen. We zijn niet meer dan onmondige zuigelingen en ik begin nu eindelijk de betekenis te begrijpen van ge moet opnieuw geboren worden. Wat een ware woorden zijn dat. Nou, inderdaad. Ge moet opnieuw geboren worden. Dat is interessant. Ik heb hier ook het Nieuwe Testament liggen. En dan ga ik in een van de volgende video's ook heel veel uitleg in geven. En wat klopt en wat niet klopt. En wat juist verkeerd begrepen wordt en wat niet. Nou, dus dat ga ik jullie ook allemaal behandelen. Maar je moet opnieuw geboren worden. Dat houdt eigenlijk inderdaad in dat je met zoveel hypnotische onwaarheden grootgebracht bent geworden. Dat je inderdaad opnieuw geboren moet worden. Dus alles wat je hebt geleerd overboord moet gooien. En weer helemaal opnieuw moet gaan beginnen. Maar ja, dan leer je alles zuiver. Alles leer je zuiver. Alles, ja. Alsof je nieuw geboren bent. Dat is wat de citaat uitlegt. Nou, dan ga ik naar de vragen en antwoorden. Vraag. Heeft het woord God, wanneer het in stilte gezegd wordt, evenveel macht als wanneer het woord hoorbaar uitgesproken wordt? Antwoord. De macht is even groot. In feite werkt het voor veel mensen krachtiger wanneer ze God inwendig denken dan wanneer ze het uitspreken. Oké. Okay. Dus dat maakt dus niet uit of je het uitspreekt hardop of dat je het in jezelf zegt. Vraag. Hoe kunnen we deze grote innerlijke macht in werking stellen voor zelfexpressie? Antwoord. Eenvoudig door te weten dat die macht van u is. U bent de hoogste macht. U bent de hoogste wijsheid. En zodra u dat aanvaardt, maakt u de energie vrij die u laat voelen dat u vrij bent van welke beperking ook. Vraag. Zal er een grote vernietiging plaatsvinden op deze planeet
voordat er universele vrede is? Dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Maar god zeg. Antwoord. Vernietiging is wat we onszelf op de hals halen en via gedachten uitzenden. Veronderstel eens dat we allemaal het woord vernietiging zouden weigeren te gebruiken. Zou er dan vernietiging zijn? Geen zins. Nou, dat is een hele goeie, want ik heb me ook wel eens afgevraagd, hoe gaat deze planeet in godsnaam helemaal gereinigd worden? Laat er alsjeblieft een meteoriet op inslaan. Soms denk je dat wel eens, oh my god, echt, dit is toch niet leuk meer, jongens. Maar inderdaad, als je dus gewoon dat hele woord uitwist uit je gedachtes, dan ben je er al. Ja, en hoe meer we dit dus gaan gebruiken, hoe meer mensen dit dus gaan doen, hoe meer we die kant op gaan. En iedereen die dat dus zelf zegt, dus op zichzelf ook afroept. Dus daar hoef je je niet meer om druk te maken. Vraag. Wat verhindert dat de kennis van de grote meesters zich snel verbreidt over heel de wereld? Ja, precies. Wat verhindert? Want inderdaad, waarom weten nog zoveel mensen het bijvoorbeeld niet? We worden er wel steeds meer. Ik kan het al bijna niet eens meer zeggen, want omdat het niet meer klopt. Heel veel mensen weten het dus al. Gelukkig, jongens. Dat is de tijd. Oké, het antwoord. Het is onze eigen schuld. Niets anders dan wij zelf kan dit verhinderen. Zodra we aanvaarden en weten dat wij zijn zoals zij zijn en dat altijd het geval geweest is, wel, dan zal de kennis ons in geen geval onthouden worden. Niemand behalve wij zelf kan ons de kennis onthouden. Nou, dat is ook zo mooi. Wij zijn precies als de meesters. Wij zijn niet anders dan dat. En inderdaad, als gij zoekt, zult gij vinden. Dat zijn ook van die sterke citaten van Jezus. Ja, je suis, van ik ben. De ik ben spreekt inderdaad. Mooi. Nou, dus de ik ben die heeft gesproken. En die woorden die zijn oneindig. Ja, dus als wij daar dus voor openstaan, net als wat ik net zeg, als je ergens voor openstaat, dan zul je het steeds meer om je heen gaan zien. En dan zie je hele andere dingen als mensen die er niet voor openstaan. En alleen jezelf, alleen jijzelf kan dus jezelf tegenhouden. En dat is ook nog het ongeloof wat in je zit. Ja, dat ongeloof wat nog gevestigd is in die hypnose. En nog een soort van houvast. Je denkt dat je ergens aan vast moet houden omdat dat nog een soort van vertrouwd is of zo. En je durft het niet helemaal los te laten in de angst dat het niet waar is. Snap je? Maar als het niet waar is, dan heb je alsnog niks te verliezen, want dan ga je alsnog. Snap je wat ik bedoel? Dus, want je hebt niks te verliezen. Ik kan alleen maar winnen. Als je denkt dat iets niet waar is, of dat dit wat ik je nu vertel allemaal niet waar is, blijf dan lekker in de hypnose zitten, waar je sowieso al verloren bent. Dus dat is echt nog een dingetje wat durven loslaten, je helemaal over te geven aan je goddelijke kracht. Vraag. Is hypnose een overtreding van de wet betreffende de onderwerping van iemands wil? Antwoord. Het wordt algemeen erkend dat hypnose iets zeer schadelijks is om toe te passen op de menselijke vorm van het menselijke brein. Ja, ik ben er ook helemaal niet voor. Betreft hypnose. Heel veel mensen zeggen, oh, ik heb hypnose gedaan, hypnotherapeut of hypnose dit, hypnose zat. Maar volgens mij zitten we al zwaar in hypnose. Daarom noem ik het ook hypnose allemaal, hypnotische toestand. Want je ziet dingen die er niet zijn. Maar soms kun je ook dingen zien die andere dingen niet, die andere mensen niet zien. Maar dat heeft niets met hypnose te maken. We hebben nu een persoonlijkheid gecreëerd, een ego gecreëerd, die er in werkelijkheid niet is, want je kan hem niet eens vasthouden. Je ziet hem niet eens, weet je. Je hebt iets gecreëerd wat je bent, wat je niet bent. En als je dus onder hypnose gaat, dat je er dus weer zelf niet bij bent, dat je dus in een soort van hypnose dus gaat, ja, in een droomwereld, dan kan je weer iets niet zien wat tastbaar is. Snap je? Dus dat tastbare heb je dan weer niet. Maar als je in trance gaat, dus als je in een therapie zit waar je in trance gaat, waar je wel alles ruikt, alles voelt, dat je er echt zelf bij bent, dan is het tastbaar voor je. Maar ga je in een diepe slaap, in een hypnose dus, we zitten allemaal in een diepe slaap, ja dan ga je dus nog dieper in zo'n, ja, ga je nog dieper de hypnose in. Dus dat is eigenlijk wat ze zeggen. Dus een hypnose
is hypnose een overtreding van de wet betreffende de onderwerping van iemands wil? Inderdaad, dus je onderwerp je laat je hypnotiseren, je laat je als slaaf gebruiken, je laat dingen met je doen die tegen je wil in zijn. Dus het wordt algemeen erkend dat hypnose iets zeer schadelijks is om toe te passen op de menselijke vorm of het menselijke brein. Dat is ook wat ze doen met MK Ultra, Monarch Mind Control. Ja? Dus ze doen hypnose op zo iemand door middel van, weet ik veel, verschrikkelijke dingen. En ze doen het hier de hele dag door middel van herhaling en het nieuws en continu negatieve shit. En herhaling, 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 totdat je in iets gaat geloven wat er niet is. Ga je maar dus de hele dag zeggen, ik heb hoofdpijn. Nou, dan krijg je het vanzelf. Dus je zit in hypnose. Dus dat niet meer doen. Hypnotherapie of alles wat met hypnose, bla, 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 bla. Dan kan je het beter trans noemen. Dat je in trans bent, dat je er ook zelf ook echt bij bent. Dus je moet niet alleen noemen, dat je het ook echt werkelijk doet. Dat mensen het zelf kunnen voelen. Nou, dit was het weer. Deel 2 van de citaten en vragen en antwoorden. Over het kosmisch bewustzijn. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Dus iedere maandag zal ik hier uploaden. Dus iedere maandag zal ik citaten, vragen en antwoorden uploaden. Dus tot volgende week. Doei!